Grafiek van Albrecht Dürer, die 500 jaar geleden in Nuremberg werd geboren, is tot 31 oktober te zien in het prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het grootste deel van de hier getoonde etsen, kopergravures en houtsneden is afkomstig uit de eigen collectie van het prentenkabinet. Dürer maakte enkele grote religieuze houtsneden-series waarvan deze kruisdraging een onderdeel is. Hij was een meester in de detaillering. Zijn realisme vond onder meer vorm in de 4 boeken die hij voltekende met studies over de juiste proporties van mens en dier. In dat opzicht was hij verwant aan zijn Italiaanse tijdgenoot Leonardo da Vinci. Op allerlei manieren heeft hij zich verdiept in de verschijnselen van zijn tijd. Zo ontwierp en tekende hij een werk, De Leer van de Vestingbouwkunde, waarin hij vorm gaf aan zijn ideeën over de strategie van aanval en verdediging. Een van zijn bekendste opdrachtgevers was de Habsburgse keizer Maximiliaan I, van wie hij dit portret tekende. De overzichtsexpositie in het prentenkabinet van het Rijksmuseum eert op uiterst boeiende wijze de beroemdste Duitse kunstenaar uit de eerste decennia van de 16e eeuw.